Hallo iedereen, hier de Theo Gijs. Nogmaals, de meeste onder jullie kennen me ondertussen al van talrijke andere video's die ik ondertussen op het internet geplaatst heb. Waar ik het vandaag speciaal ga over hebben, dat is over sponsoring van club, vereniging en organisaties. Ik heb een tijd nog meegemaakt dat elke club, elke vereniging, al waren ze maar met 2 of 3 man, ze deden maar een papiertje in op de gemeente, aan de staat, en ze kregen enorm hoge subsidies. Maar stilaan heb ik dat allemaal zien verdwijnen. Overal worden er besparingen gedaan en dat is het eerste waar er op gespaard wordt. Er worden geen subsidies meer gegeven aan verenigingen en met pijn in het hart, heel veel pijn in het hart, heb ik heel wat mooie verenigingen, organisaties die heel speciaal sociaal werk deden, zien teleurgaan doordat ze die subsidies niet meer kregen. Dan heb ik het stilaan zien opkomen dat mensen die toch een vereniging wilden in stand houden, dat ze begonnen met tombolas verkopen, restaurantdagen organiseren. Maar om zo'n restaurantdag te organiseren, heel veel vergaderingen op voorhand. Om de taken kunnen te verdelen wie dat wat deed. Want zoiets vraagt enorm veel organisatie en enorm veel werk. Op die vergaderingen moest er dan natuurlijk, dat was gewoonlijk in een café, er moest een pintje gedronken worden of iets anders. Dat kostte al geld aan de mensen die het wilden organiseren. Kwam daar dan bij, uur van zaal, maken van affiches, maken van pamfletten, noem maar op. Als je uiteindelijk al de inkomsten telde en je trok daar de uitgaven vanaf, dan bleef er eigenlijk niet veel meer over. Wat doen wij nu? Wij bieden elke club, elke vereniging, elke organisatie de kans om op een heel simpele manier toch inkomsten te verwerven. Op elke vergadering wordt er dan een keer een tasje koffie gedronken. Vroeger werden er veel meer pintjes gedronken, maar sinds de strenge alcoholcontroles is men meer en meer overgeschakeld op koffie. Dus het is al heel simpel als je daar de mensen een koffie kunt schenken. En daar draait het in feite allemaal over. Als je straks hierboven op de video de link ziet verschijnen, klik daar even op, dan kom je op de pagina waar alle uitleg erover op staat. Hoe gaat het nu in zijn werk? De vereniging of de club schrijft zich gewoon nog in bij ons. Nogmaals, als je op de link klikt en je hebt de pagina helemaal gelezen, dat je weet waarover het gaat, dan kan je heel beneden op de site naar de homepagina gaan en daar vind je alle inlichtingen waarover het gaat. Maar nu terug ter zake. Dus de club of de vereniging schrijft zich voor een heel klein bedrag bij ons in. Daar ter plaatse op de vergaderingen of op de samenkomsten er wordt koffie gedronken. En dat is niet een eenmalige winst. Telkens als er daar iemand een koffie drinkt, dat is blijvende winst voor de vereniging. Meer nog, als je een restaurantdag uit, dat is een eenmalig inkomen. Tegen dit is het blijvende inkomen en dat is een inkomen dat van jaar tot jaar groeit. Zonder dat je er veel inspanning moet voor doen. Eenmaal dat de club ingeschreven is, het zijn niet alleen de consumpties die daar gebruikt worden. Je kunt ook aan de leden vragen dat zij zich inschrijven. Die leden die kunnen een familielid inschrijven, die kunnen ook andere mensen inschrijven. Je bouwt gewoon een keten op. Je kunt ook andere verenigingen aanspreken dat zij zich bij u inschrijven. Tuurlijk, ik hoor dat er al velen zeggen, oei,
piramidesysteem. Wel, als je naar de homepagina van de site gaat, daar heb ik een volledig artikel over wat piramidesystemen zijn. En je zult verbaasd staan wat er daar allemaal in staat. Dus nogmaals, als u uw vereniging bij ons inschrijft, u krijgt uw eigen webwinkel. Ja, een eigen webwinkel. Je hebt geen romslomp om producten in te kopen en te doen. Een bestelling gaat via het internet. Zijn er leden die iets willen bestellen? Het gebeurt via de website. Je krijgt er een lederen promotietas bij, die al meer waard is dan het inschrijvingsgeld dat je betaalt. En een jaar lang alle producten aan groot handelsprijs. Maar ik ga er niet veel over zeggen. Ondertussen ga ik hier heel even laten zien hoe snel de machine werkt. Je ziet, het was koud water. En dat zal heel snel opgewarmd zijn. Gewoon tasjes. Een capsule erin. Capsuleken erin. Knijpen, heel even wachten tot als de lichtjes stoppen met flikkeren. Zodra de dag gedaan is, laat ik u zien hoe snel dat je daar in een vereniging een tas koffie kunt maken. Geen romslomp, 10 tot 12, je neemt dat potje eruit, je geeft de lege kapsels weg en je kunt er terug 10, 12 gereed maken. Ondertussen zie je dat het al opgewarmd is. Je kunt kiezen, gelijk als ik nu een klein tasje genomen heb, dan druk je op deze knopje. Voor mensen die een gewoon tas willen, druk je op het tweede knopje. Ik zal nu op deze knopje drukken. Voilà. Maar het is ook geen gewone koffie. Dat zul je ook wel merken als je op de site terechtkomt. Ik zeg nogmaals, het is de kans van uw leven om uw vereniging, uw club, uw organisatie er financieel voor te betalen. Wij helpen uw club vandaag nog er bovenop. Gezondheid. Eén ding nog, doe het nog vandaag vooraleer iemand anders uw plaats inneemt, dat je bovenaan aan de top staat. Klik nu op de link dat je op de pagina komt om alles meer te nemen. Ga dan daarna naar de pagina en schrijf je vandaag nog. Dank u. Dag.